Er moet een eind komen aan het verkwanselen van staatsmiddelen. Om met woorden van de president te spreken, ook al is het na 15 jaar. Dit zei de fractieleider van DOE, Karel Breeveld. Hij sprak afgelopen donderdag bij de behandeling van de anticorruptiewet. Breeveld was een van de grote voorvechters van de behandeling van dit wetsontwerp. Volgens hem wordt de ontwikkeling van ons land afgeremd als de corruptie niet wordt bestreden. Breeveld benadrukt dat de politieke wil bij iedereen aanwezig moet zijn om corruptie in te dammen. In de zinsnede van artikel 1k wordt genoemd een functionaris die misbruik maakt van zijn functie of positie. Deze zin is heel belangrijk voor ons, omdat veel personen in posities soms denken dat de macht helemaal persoonlijk van hun is en machtswellustelingen worden. En dat is niet wat wij nodig hebben. Recentelijk hebben we dat nog meegemaakt. Dat men zegt, ik heb de macht op het ministerie, ik heb het gezag, ik heb de kracht, ik dit, ik dat. Mevrouw de voorzitter, we zijn geroepen om te dienen. We zijn geroepen om een taak te vervullen, dienstbaar aan de samenleving. En ministeries en posities die wij bekleden zijn geen persoonlijke bezittingen. Maar het zijn middelen die gebruikt worden om in de samenleving iets te betekenen. Om iets neer te zetten voor de volgende geslachten. En het past ons een stuk bescheidenheid aan de dag te leggen. En daarom vind ik in artikel 1k dat het goed is. Dat het zo geplaatst wordt. Functionarissen die misbruik maken van hun functie of positie. Breeveld geeft aan geen pessimist te zijn om te zeggen dat het in Suriname niet zal lukken om corruptie op te ruimen. Mensen die dat zeggen zoeken naar mogelijkheden om hiermee verder te gaan. De DOE-parlementariër bleef even stilstaan bij de definitie van corruptie, zoals die is opgenomen in het amendement van het wetsvoorstel. En iedereen is echt iedereen. En dan betekent het ook dat wij aan een stuk bewustwording moeten werken naar alle niveaus van dit land, zodat het voor iedereen mogelijk moet zijn om in een land te leven waar op een correcte en zuivere wijze met elkaar wordt omgegaan en vooral met de middelen van de staat. Mevrouw de voorzitter, als het in Oekraïne gelukt is, waarom zou het bij ons niet lukken? Er zijn leden van dit parlement die geweest zijn naar Oekraïne onder uw leiding. En nee, het was Georgië. Georgië, mijn verontschuldigingen, Georgië. En daar is toch heel duidelijk aangetoond dat het mogelijk is om een in- en incorrupt land, tot op de botten corrupt, dat land zich kon hervormen. Door de wil die er bij iedereen aanwezig was. Bij bestuurders, bij burgers, bij iedereen. DOE-fractieleider Karel Breeveld afgelopen donderdag in DNA. Onder de hamer ligt de behandeling van de zogenoemde anticorruptiewet. Deze wet was in 2015 reeds in behandeling genomen, maar niet afgerond. Breeveld hoopt dat het parlement nu wel erin zal slagen om dit wetsontwerp af te ronden. De vergadering is vandaag naar een nader te bepalen datum.